Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik een hele leuke video, want ik weet nog helemaal niet wat ik ga doen en wat voor look ik ga maken. Want vandaag kiest een pop mijn make-up. Ik heb hier deze Barbie Reveal pop. Deze heb ik echt gezien al over internet. Iedereen is het allemaal aan het doen. Ik weet niet hoe dit ineens komt. Ik weet ook helemaal niet of dit iets nieuws is of dat het al lang bestaat. Alleen pas nu is het ontdekt door iedereen. Maar dit is dus een pop waarvan je nog niet weet hoe ze eruit gaat zien. Je moet er in water doen en dan heb je er van die pakketjes bij. En je weet nog helemaal niet wat erin zit. Dus je weet niet wat voor kleur haar ze heeft. Wat voor make-up. Wat voor kleding. Je weet helemaal niks. Dus jij haalt gewoon deze tube. En dan wordt het gewoon één van die hier zo staan. Eén van die wordt het dan. Dus het is echt een surprise wat het gaat worden. Zoals ik al zei, had ik al heel veel van dit soort video's gezien online. Waarin mensen gewoon de pop hebben revealed. Maar ik heb ook in de video van Nikki Tutorials gezien laatst. Dat zij zo'n pop revealed. En dan een make-up look maakt gebaseerd op deze pop. Ik was al van plan om de video te maken. Voordat ik überhaupt haar video zag. En toen ik haar video zag, toen had ik helemaal iets van. Oké, deze video ga ik echt maken. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Dus ik ben echt super benieuwd wat het gaat worden. Ik hou altijd van dit soort shit. Dus ik ben heel erg benieuwd wat voor look ik vandaag ga moeten maken. Het wordt dus volledig geïnspireerd op de pop die hieruit gaat komen. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, first things first. Ik ga dus deze pop unboxen. Even kijken. Je kunt hem hier zo openmaken. Dan is dit wat erin zit. Kijk, hij is zo paars. Zien we dit al? Of hij, zij, dus een vrouw. Dit is dan wat erin zit. De pop en de zakjes. Deze heeft mij by the way 20 euro gekost. En ik zal beneden een linkje zetten waar ik hem heb besteld. Dit is dan de pop. En dan als je haar in water doet, dan gaat ze helemaal veranderen. Dan komt er een gezichtje, make-up en dat soort dingen. En de huidskleur. En dan hierin zitten allemaal verrassingen. Hierin zit haar kleding. Dus ik weet ook nog helemaal niet wat voor kleding ze gaat hebben. En hier zijn dus allemaal die het kunnen zijn. Ik heb dus een van deze. Oké, ik moet dus eerst hier water in gaan doen en dan deze erin doen. Dus ik ga even beneden hier water in doen. Oké, er zit helemaal water in. Ik ben zo benieuwd. Ik heb hem niet helemaal volgemaakt, want zij moet er nog in. En dan ga ik haar er gewoon zo in doen. Oh my god. Kijk, maak ik hem zo dicht. Kijk even wat er gebeurt. Oh my god, heel het water wordt gewoon paars. Oké, nou is het dus helemaal paars. Dus we kunnen nog helemaal niet zien wat het is geworden. Oh mijn god, ik zie hier een klein beetje haar hand, haar huidskleur. Oh my god, ik ben zo excited wat dit gaat worden. Ik voel mij zo kinderachtig nu ik dit doe, maar ik heb schijt. Dan ben ik maar lekker kinderachtig. I don't care. Ik heb tenminste plezier in mijn leven. Oké, ik denk dat ik haar eruit ga halen. Misschien had ik even een handdoek moeten halen of zo, maar ik ga echt niet weer helemaal naar beneden. Ik ga deze eraf halen. Oh my god. Kijk even dit. Oké, ze heeft dus een lichte huidskleur. Ze heeft een beetje zo'n oranje badpakje aan. Kijk even jongens, dit is dan de pop. Ze krijgt nog een pruik en zo. Oké, dit vind ik best wel cute. Ze is best wel knap. Vinden we haar niet knap? Oké, ik moet echt even een handdoek halen, want het is hier een bende. Oké, nou, dit is dan gewoon de pop. Dan gaan we verder met de vier zakjes. Ik ga beginnen met dit kleine zakje. Kijk deze schoenen! Zijn dit niet de meest leuke schoenen ever? Van die enkelboots met een hoge hak en roze. Deze schoenen zijn echt amazing. Even haar voetje erin doen. Wow, I love de schoenen. Echt helemaal mijn ding. Ook zo roze. Volgende zakje, deze. Oh, dat is de rok. Dit wordt de rok. Ga ik even haar aandoen. Kijk even wat een cute outfitje dit is. Met allemaal van die ijsjes. Kapot leuk. Oh my god. Oké, de vibe is dus voor nu een beetje oranje en roze en zo. Volgende wordt deze, de grote. Oh my god, kijk even deze pruik. Half groen en half roze. Dit is wel echt de meest heftige Barbie pop die ik ooit heb gehad. Vroeger had ik er altijd heel veel toen ik nog klein was. Maar in die tijd was een pop gewoon één kleur haar en een saai outfitje en zo. Nooit zo dit. Dus we gaan mee met de tijd jongens. En dan de laatste. Oh ja, dit is zo'n spons. Die moet ik een beetje nat maken. En dan kan ik haar make-up erop doen volgens mij. Ik vond het al raar dat ze geen make-up op had. Oké, die maak ik een beetje hier zo nat. Met gewoon dat water uit die fles. En dan ga ik denk ik zo. Oh, er gebeurt niks. Oh, haar haar wordt wel een andere kleur. Oké. Ik snap er niks van, jongens.
Oké, ik snap al wat er aan de hand is. Mensen, lees de gebruiksaanwijzing. Als je deze koud maakt met koud water, dan kan ik haar haarkleur veranderen. Maak ik het warm, dan kan ik haar make-up veranderen. Oké, nou dat stopt. Dan ga ik hem even warm maken. Oké, ik heb het nou onder warm water gedaan. Maar er gebeurt nog steeds niks. Oké, mensen, het wil gewoon echt niet lukken. Ik weet niet wat ik fout doe. Ik heb nou heet water gedaan, ik heb koud water gedaan. I don't get it. Misschien is mijn pop kapot of zo. Whatever, we gaan er gewoon mee ophouden. Dit wordt dan mijn Barbie pop. Die pruik is wel heel hoog, hè, jongens. Hoort dat zo? Ja, dat hoort gewoon echt zo. Kijk hoe hoog die pruik zit. Ik ga helemaal stuk. Ik vind haar outfitje echt super leuk. Ik vind haar schoenen echt het leukste van allemaal. Dus dit wordt een beetje vibe. Beetje groene roze met oranje. Groene, roze en oranje zijn echt de kleuren van vandaag. Dus daarvan ga ik een make-up look maken. Ik weet nog niet echt wat ik ga maken. Maar het wordt in ieder geval een beetje groen, oranje, roze en zo. Woe! Hier is ze van iets meer close-up. Wat een haar, jongen. Kijk hoe dik en lang dan. Ik ga vandaag voor een heftige ooglook. Dus we gaan inzoomen op de ogen en dan eerst daarmee beginnen. Ik ga beginnen met het primen van mijn oogleden met deze Elf Putty Eye Primer. Deze is nieuw, dus ik ben benieuwd hoe deze gaat werken. Dit is hoe die eruit ziet. En het is gewoon zo'n lichte creamkleur. Hij lijkt heel veel op mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Dus ik hoop dat het echt een dupe daarvan gaat zijn. En dit ga ik aanbrengen over mijn hele ogen. Hij lijkt echt heel veel op de MAC Soft Ochre qua structuur en zo. Alleen is hij wel een stuk lichter. Hij heeft wat minder pigment en hij dekt iets minder goed. Het paletje die ik ga gebruiken is mijn Bright Matte Palette van Beauty Bay. Met heel veel felle kleurtjes. Ik ga vandaag een heftige cut crease look maken met dus vooral groen, roze en oranje. Ik ga beginnen met deze lichtste matte kleur. Deze gele kleur hier. Die heet Hello Sunshine. Nee, dat ga ik toch niet doen. Ik ga beginnen met de matte rode kleur. Die heet Carpe Diem. En die ga ik zo in mijn arcadeboog erin drukken. Dan pak ik de matte oranje kleur, die heet Heatwave. En die breng ik iets boven die kleur aan. En dan als laatste deze gele matte kleur, die heet Hello Sunshine. En die ga ik dan als laatste erop aanbrengen en ook alles ermee goed uitsmoken. Ik gebruik by the way heel de tijd mijn Zoeva 231 kwast. Nu ga ik een volledige cut crease maken. Ik doe dat met deze Catrice Concealer en deze NYX Cosmetics kwast nummer 14. Dan pak ik deze Electric Liners van ABH en dan pak ik de kleur hierboven. Dit is een Neon Electric Liner en dan hiermee wil ik een lijn maken over die hele cut crease. Ik hoop dat dit gaat lukken. Ik doe mijn best. Nou ga ik echt iets heel aparts doen en dat is dat ik met die lijn ook een soort van lijn zo hier wil gaan maken. Dit wordt heel apart. Ik kan ook niet echt goed uitleggen wat ik nou precies ga doen, maar jullie gaan het zien. Oké, nou dit wordt echt de meest aparte look ever. Het wordt absoluut geen draagbare look. Dit wordt echt een Crea Bea look. Net als haar. Nou, we hebben nou de oranje en roze een beetje al gebruikt. Nou wil ik ook het groene gebruiken. Dus ik ga deze hele cut crease invullen met deze groene glitters. Ik ga beginnen met deze lichtere groene glitters van de Ethos. In de kleur Snowman. Ik weet niet of die nog te koop zijn. Volgens mij niet. En deze donkere groene losse glitters van Aim Sparkle in de kleur Emerald. Die ga ik naast elkaar aanbrengen. En ik ga proberen dit zo netjes mogelijk te doen als ik kan, want ik wil netjes in die lijnen blijven. Dus wens me succes. En qua glitterlijm gebruik ik eentje van BH Cosmetics. Oké, nou dit kostte ontzettend veel tijd om het zo netjes te maken en mooi in elkaar te laten overlopen. But I like it lekker apart, maar ik ben nog niet klaar. Ik ga ook nog met deze zo een wing maken en dan ook weer inkleuren met deze groene glitters. Dus we zijn nog niet klaar met het heftige, maar het begint al ergens op te lijken. Ik vind dat het echt lijkt op de kleuren van deze Barbie pop, maar nou nog eventjes de wing. En dan zijn we eindelijk klaar. Oh my god. De moeite die ik doe voor mijn video's, jongens. Echt. Nou, dit is volgens mij echt een van de meest heftige aparte looks die ik ooit heb gemaakt op mijn YouTube kanaal. Ik maak dit soort looks heel vaak op mijn Instagram, maar niet heel vaak op mijn YouTube kanaal. Dus ik vond het wel leuk om nou een beetje een aparte look te maken. Vooral omdat we van dit soort felle kleurtjes konden gebruiken. I love it. Ik vind het echt een beetje kerstboomachtig of zo. Nou, dit is eindelijk klaar. Dit heeft me no joke 3 kwartier gekost, jongens. Oh my god. Maar in ieder geval, ik ga mijn ogen afmaken. Ik ga een beetje mascara aanbrengen. Ik gebruik de Lash Freak mascara van Urban Decay. Ik
praat weer lekker snel. Ik krijg zo vaak commentaar over dat ik te snel praat. Maar ik kan daar niks aan doen, jongens. Ik praat nou gewoon eenmaal snel. Dat is gewoon hoe ik praat. En als ik daarop moet gaan letten, dan wordt de video heel robotachtig. Omdat ik dan heel tijd moet letten op hoe snel ik praat. Dus deal with it. Ik praat gewoon snel, jongens. Whatever. Iedereen praat gewoon anders en ik praat gewoon snel. Als snapwimpers gebruik ik deze Primark wimpers in de stijl 730. Deze ga ik aanbrengen en dan gaan we eindelijk beginnen aan het gezicht. Nou, laten we snel beginnen aan het gezicht. Ik ga als eerste mijn gezicht primen met mijn Filorga gezichtsprimer. Ik ga ook weer voor echt een full beat gezicht. We gaan vandaag echt voor full glam make-up. Als foundation gebruik ik mijn 24 Hour Foundation van Maybelline in de kleur 34 Soft Bronze. En die ga ik aanbrengen met mijn June & Co. spons. June & Co. of zoiets. Wat vinden we er, by the way, van dat ik zo'n heftige ooglook maak? Vinden jullie dat leuk om te zien? Of hebben jullie iets van, doe maar gewoon een everyday look voortaan of zo? Of in ieder geval meer draagbaar. Ik probeer het altijd een beetje af te wisselen. Af en toe everyday looks, draagbare looks, maar af en toe wat heftige looks. Zodat het toch een beetje leuk blijft om mijn video's te kijken. Vooral omdat ik 4 video's plaats in de week. Zie je mij super vaak hier op je beeldscherm. Dus dan vind ik het altijd belangrijk dat ik goed afwissel. Dan ga ik ook cream contour aanbrengen. Ik gebruik hiervoor mijn Fenty stick in de kleur Truffle. Dit is de Fenty Match stick, by the way. En als concealer gebruik ik mijn Morphe concealer in de kleur C2.15. Ik ben al allemaal superveel moeite aan het doen voor zo'n heftige look en zo. En hierna moet ik gewoon weer een andere video maken en dan moet ik dit weer helemaal van afhalen. Ik vind het altijd zo zonde. Ben ik zo lang hier bezig met de look. En dan kan ik het er weer gelijk afhalen als ik klaar ben. Maar ja, dat is nou eenmaal het leven die ik leef. Oh, deze concealer, echt amazing. Ik heb hem al 1 keer eerder gebruikt hier op beeld. Dat was in de video waarin ik hem ook echt heb getest. En ik vind hem echt nog steeds echt geweldig. Hij is super mat en hij dekt ook super goed. I love it. En dan voor de verandering wil ik ook een keer qua blush een cream blush aanbrengen. Dit doe ik niet vaak, maar ik wil het toch iets vaker gaan doen, want ik vind het effect wel heel erg mooi. En ik heb hier echt de beste cream blush ever van Makeup Studio in de kleur Coral Passion. Deze had ik getest in een video en dit is echt de beste cream blush die ik echt ooit heb geprobeerd. Kijk even hoe mooi die is. Hij brengt ook echt super fijn aan. I love it. En qua losse poeder gebruik ik deze Vitamine C losse poeder van Technique Cosmetics. Oh mijn god, kijk even hoe ik eruit zie. Wat is dit? Wat een clown dus. Dan ga ik ook nog wat poedercontour aanbrengen voor op mijn neus. Ik gebruik mijn Kat Von D Beauty Shade & Light Palette. Deze donkere kleur. Dit is ook in de kleur Deep. En ik contour nou alleen maar mijn neus, want de rest heb ik al gedaan met die cream contour. En dan breng ik ook nog mijn Essence Brighten Up Banana Poeder aan. Die breng ik zo'n klein beetje naast de neus aan om een beetje te helpen met de contour. Hierdoor lijkt het iets smaller, mijn neus. En ik verlicht ook een beetje hier zo beneden onder mijn ogen. En dat vind ik altijd wel mooi. En dan een beetje van mijn Maximal Fixing Spray om alles mooi in elkaar te laten smelten en minder poederig te laten lijken. Oké, dan ga ik nou even mijn oogmake-up afmaken. Ik doe een fel roze lippotlood in mijn waterlijn. Dit is een lippotlood, maar ik gebruik hem altijd als oogpotlood. Deze is gewoon van de Primark. En dan ga ik de fel roze matte kleur aanbrengen op mijn hele onderste wimperrand. En ik blend het uit met een iets lichtere roze kleur. Dus hier heb ik een beetje de oranje kleuren gebruikt. En dan de hele onderste wimperrand maak ik juist roze. En dan ook weer wat mascara op de onderste wimpers. En weer verder met het gezicht. Ik ga nu mijn gezicht bronzen met deze matte poeder van Revolution in de kleur P10. En dan ga ik ook nog gewoon een normale blush aanbrengen van Makeup Studio in de kleur Soft Peach. Deze lijkt een beetje op die cream blush, maar dan poeder. En daarmee ga ik er gewoon een heel klein beetje overheen. Niet te veel, want anders wordt het echt te veel. Dit is gewoon een beetje om de blush te zetten. Maar dit hoeft niet echt per se eigenlijk. Als je gewoon die cream blush genoeg vindt, dan is het gewoon ook echt genoeg. Ik doe dit gewoon een beetje als extra. Als highlighter gebruik ik mijn MAC highlighter in de kleur Soft & Gentle. En
dan de lippen. Ik ben een beetje aan het twijfelen of ik gewoon voor een fel roze lip ga, wat al wel heftig is met een heftige ooglook. Of dat ik voor een nude oranje look ga, want je hebt hier ook dus heel veel oranje en zo. Ik denk dat ik toch gewoon voor oranje ga. Ik ga voor een nude oranje kleur. Ik ga mijn Morphe Sweet Tea lip pencil aanbrengen met deze MUA matte lipstick in de kleur Infatuation. En dan ga ik er ook nog overheen met een peachy oranje lipgloss. Deze is van Pixi. Dit is in de kleur Sweet Nectar. En dan als laatste deze W7 Ready Set Glow Fixing Spray in de kleur Gold. En dan zijn we klaar. Nou mensen, dit was dan de make-up look. Wat vinden we ervan? Lekker heftig. Helemaal geïnspireerd op deze pop. Ik vind dat het me best wel goed is gelukt. Oranje, roze, groen. Precies alle kleurtjes die een beetje op deze pop zijn. Ik vind het echt een leuke pop, jongens. Ik ga deze, ik weet niet aan wie ik hem ga geven. Ik denk dat mijn moeder genoeg mensen kent met jonge kinderen die deze wel zouden willen. Maar super, super leuk. Helaas is de make-up niet gelukt. Ik weet niet waarom die sponsor het niet deed. Maar whatever, die hebben we dus helaas niet kunnen zien, maar ik heb toch wel gewoon een goede heftige look kunnen maken, geïnspireerd op de rest. Dat was ook al mijn plan. Ik wilde niet per se haar make-up look gaan namaken, maar ik wilde gewoon de hele vibe zien van de pop en vanuit daar een leuke make-up look maken. En dat is denk ik zeker gelukt. Let me know wat je ervan vindt van de make-up, van de video. Ik hoor ook graag van jullie wat voor video's jullie nog meer willen zien. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken en mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!